Bij een ongeval op de Brakelse Steenweg ter hoogte van het kruispunt met de Ophemstraat in Voorde zijn zondag omstreeks 13 uur 2 gewonden gevallen. Beide voertuigen reden in de richting van het kruispunt de Kalvaar. Een auto van het merk Citroën botste achteraan om omgekende rijden tegen een Opel Safira aan. Door de aanrijding brandde de witte Citroën volledig uit en kwam deze een goede 100 meter verder tot stilstand op de Steenweg. Hoe de brand en het ongeval precies is ontstaan moet nog verder worden onderzocht. De Steenweg was enige tijd afgesloten tussen de Kalvaar en de Ophemstraat.